In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Wees gegroet, Heilige Moeder, uit u is een kind geboren dat koning is van hemel en aarde tot in alle eeuwigheid. Van harte welkom in deze Eucharistieviering. Zaterdag, de dag bij uitzicht waarop men Maria vereert in een votiefmis. Vandaag willen wij haar voorspraak inroepen. Voor onze protestantse medebroeders en zusters is dat een gruwel. Deze dag sprak ik een dominee die zei van, dat is occult wat jullie doen met jullie Maria-verering, dat is Maria-aanbidding. Je moet rechtstreeks naar God gaan. En dat is waar, wij mogen rechtstreeks naar God gaan, zoals Maria. Maria, die onder het kruis rechtstreeks naar Jezus kijkt en door Jezus naar de Vader gaat. Dat is onze weg en Jezus alleen is onze verlosser. En tegelijkertijd is het deze Jezus die hangend aan het kruis zegt, zie daar uw moeder. Wij mogen Maria volgen als de eerste christen. Als degene die Christus al volgde terwijl zij Jezus nog droeg in haar schoot. Die hem herkende als haar Heer en Meester en tegelijkertijd moeder van hem mocht zijn. Maria, voorbeeld voor ons christenen en wij mogen geloven dat zij ook met Christus thuis is bij God en dat zij onze voorspreekster is, opdat ook wij ooit rechtstreeks naar God zouden gaan zoals zij het ons heeft voorgedaan. We roepen haar voorspraak in en die van alle engelen en heiligen, en die van elkaar, omdat wij immers één grote familie zijn. Dat wij vergiffenis mogen verkrijgen voor onze zonden en openstaan voor Gods genade, ook nu in deze Eucharistie. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria altijd maagd in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de ander. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb jij dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jouzelf kwam?
Ge zijt blijkbaar al verzadigd. Ge zijt al rijk. Gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas terwille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt en krijgen slagen? Zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid? Worden wij beschimd, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, ge hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. De Heer is rechtvaardig op alle wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. De wensen van hen die hem eren, vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen ten help. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Halleluja, 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 halleluja. Woord is waarheid, Heer. Wijd ons u toe in de waarheid. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en om te eten plukten zijn leerlingen aren die ze met hun handen uitwreven. Sommige fariseeën vroegen, waarom doet je iets dat op sabbat niet mag? Jezus gaf hen ten antwoord, hebt je dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat en er ook van gaf aan zijn metgezellen? Terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten.
En hij voegt daaraan toe, de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Woord van de Heer, wij danken God. Waarom doet je iets wat niet mag? Beste minister Grapperhaus, waarom doet hij iets dat niet mag? U zegt het aan alle Nederlanders en zelf houdt u zich er niet aan. U bent ongeloofwaardig. En eigenlijk moeten dus al die boetes over 1,5 meter afstand, die zijn uitgegeven, allemaal teniet worden gedaan, want onze hoogste baas in deze, de minister van Justitie, houdt zich er zelf niet aan. Waarom koning en koningin? Maar laat u een foto maken met iemand van een restaurant en u weet toch dat er 1,5 meter afstand bent. U bent eigenlijk als koning, neem me niet kwalijk, eminentie, of hoe ik u moet aanspreken, u bent niet meer geloofwaardig, u kunt misschien beter aftreden. Waarom? Enzovoort. We kunnen zoveel voorbeelden aanhalen waar we eigenlijk precies hetzelfde zeggen als die fariseeën. Waarom doet je iets dat op Sabbat niet mag? En het mag niet. Je mag niet je schoonmoeder omhelzen, ook niet op je bruiloft. Nu, wat doet Jezus fout op dat moment en zijn leerlingen? Het plukken van die graankorrels, dat was nog geen zonde, want dat mochten de armen, die mochten, dat was blijven liggen of aan de zijkant, niet was geoogst van hun veld, dat mocht men nemen om te eten. Maar, zij wreven de aren uit met hun handen. En dat uitwrijven is een vorm van malen, in een minieme vorm. En daar worden ze op aangesproken. Jullie vermalen het graan. En dat is arbeid. En dat mag niet op Sabbat. Over muggenzifterij gesproken. Jezus zegt dat vaker. Jullie kijken naar de mug, maar de kameel slik je door. Is dat niet wat wij in feite ook doen? Dus als wij kijken naar allerlei punten waar mensen over een schreef gaan en dan zijn we heel goed. Zeker in Nederland met het opgeheven vingertje. We weten precies te zeggen wat allemaal fout gaat elders. Maar het is soms heel moeilijk om die vinger die we opheffen en waar we mee naar anderen wijzen, om die naar onszelf toe te wijzen en te zeggen, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Schuld beleiden is niet gemakkelijk. Je schuld erkennen. Dat is misschien een van de moeilijkste dingen en daarom ook het eerste sacrament dat in de praktijk niet meer werd ontvangen. Het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De sacramenten van de feesten hebben we geen problemen mee. Alleen al in deze maand september hebben we weer talloze eerste communiefeesten. Maar hoe diep gaat dat? Moeten we daar ook niet op wijzen? En dat is gemakkelijk om te wijzen hoe dat ook buitenkant is, hoe mensen zich niet houden aan de echte regels. Maar Jezus zegt het uiteindelijk iets heel anders. Hij zegt, de mensenzoon is Heer van de Sabbat. De Sabbat komt aan God toe. Hij heeft gerust op de 7e dag na al het werk. En Jezus plaatst zich dus bij God door juist op de Sabbat, op die dag die aan God is toegekomen, te herscheppen. Want het was telkens op een Sabbat dat hij zoiets deed, dat hij de blinden liet zien of de lammen liet lopen. En dat is waar ze hem op aanspreken. Hij maakt zich gelijk aan God. Ja, hij is gelijk aan God. Hij is de Zoon van God. Maar Gods antwoord op onze onrechtvaardigheid, op ons breken van die grote wet van de liefde, is barmhartigheid. God pint ons niet vast op onze zonden, zoals wij dat elkaar heel gemakkelijk kunnen doen. God spreekt vrij en neemt in Jezus Christus onze zonde op zich. Hoe anders zijn Gods gedachten dan die van mensen? Maar hoe goed is het dat wij die gedachten van God in Jezus Christus vlees hebben mogen zien worden, om te weten wat ook onze roeping is. Barmhartig te zijn en de liefde altijd drijfveer van al ons doen en laten te laten zijn, opdat wij kinderen van God genoemd kunnen worden en het ook zijn. God zij dank. Amen. Leggen we nu op voorspraak van Maria
onze gebeden en vragen aan God voor. Voor de kerk, dat zij de mensen helpt om Jezus te volgen van binnenuit. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vraag ons. Voor roepingen, dat jonge mensen een levendige kerk mogen ontmoeten, die hen de kans geeft het geheim van Gods ontmoeting op het spoor te komen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vraag ons. Voor de zieken, dat zij een goede zorg mogen ontvangen, naar lichaam, maar ook naar geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vraag ons. Voor de overledenen, dat alle gestorven de genade mogen ontvangen, toegelaten te worden tot het bruiloftsmaal van het Lam. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vraag ons. De misoffer wordt opgedragen voor Henny Renierkens, voor Arnold Hector, voor Wiel Simons. Dat zij mogen rusten in Gods vrede. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaag voor ons. Goede God, laat ons op voorspraak van Maria tot de eeuwige vreugde geraken. Neem onze gebeden en intenties van ons aan. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schulden ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden door Christus onze Heer. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal.
En nu verheerlijken wij u omwille van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de heilige geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bevaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus, vrede van Christus. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaren ons tot het eeuwige leven. Gelukkig de schoot van de maagd Maria, die de Zoon van de eeuwige Vader heeft mogen dragen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader, draag mij uw geest, en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing door Christus onze Heer. Na de zegen zingen we het lied Daar bloeit een lelie, pagina 1224. De Heer zij met u en met uw geest. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu al en heen in vrede. Wij danken God. Daar bloeit een lelie met zuiverlijke pracht. Voor eeuwen en tijden in diepst van Gods gedacht. Zij was toch zo schoon, zij bloeide toch zo blank. Er looft haar naar waarde, nog mens, nog engelen zang. Vandaag is de lelie zo menig heel verpijt. Op aarde ontsproten in reine Gij, o Maria, o lelie eeuwig schoon, Gods bruid.